Als wij bij elkaar blijven, dicht bij elkaar, als we elkaar niet loslaten, zullen we iets tot stand brengen dat de wereld nog nooit heeft gezien. Tablet 4 van het Gilgamesh-epos, pagina 77. Het leek mij een mooi begin met de boodschap dat we elkaar niet uit het oog moeten verliezen. Gilgamesh, hij zag het einde van de wereld op zoek naar eeuwig leven. Hij vocht zich een weg naar zijn onsterfelijke voorouder Utnapishtim en herstelde de oude gebruiken. En kido lepiesh kteke ashtar danishtibu. Vol moed zal ik op pad gaan, een onbekende strijd beginnen. Wanneer Gilgamesh door de Zedewad reist, laten de dagen lang zijn en de nachten kort. Þegar Gilgamesh ferðast í gegnum græna skóginn, megi dagarnir vera langir og megi næturnar vera stuttar. Waarom heb ik koude rillingen over mij, hele lichaam? Mijn vriend, ze zweven schierlijk. Kao kiša padala je smrt. Dit zijn allemaal citaten uit de zogenaamde standaardversie van het Gilgamesh-epos. Die stamt uit ongeveer uit de 7e eeuw, is dat. Gevonden in Nineveh, in het moderne Mosul, in Irak. Enkidu spreekt Gilgamesh moed in. Maar tenhoi, kahraman shodan namonken ast. We gaan een weg vol valkuilen die men alleen niet kan gaan. Maar twee, als ze elkaar helpen, wel. She wants a man. She wants a man. She wants a man, a righteous man. She wants a man, a king type man. She wants a man. She wants a man. Wie is de minnaar die je voor langere tijd lief had? Wie van jouw vogels vloog weer vrij uit? Hij greep mij en voerde me naar Irkala's woning. Zie daar bij mijn regens en dan is mijn die Djirta Dujina. Daarvoor, zei Gilgamesh. En ik laat je zitten aan een zetel. Een zetel aan mijn rechterkant, ja, laat hij zitten in een troon op mijn heugraside. Het riekje zo wie dat ze kan skieken, is te groot om te omvatten. Het stukje verder dan de diepste wortels in een drek. En de vreekst in de nek, en ze wil weten tot wie hoog het geeft. Dit is niet zomaar het, Gilgamesh. Dit is het eind. Hoe komt het dat u zo bekend bent met de epos? Ik hou van poëzie. Als je van poëzie houdt, kom je dan onvermijdelijk hieruit? Dus mag je niet missen. En nu dit tot mij doordringt, dat ik jou hier niet meer zie. Schrik ik wakker in de nachten en roep ik om het leeg. Ik schrik wakker in de nachten en roepen om het leeg. Nu echt de tijd van leven nog heb. Ieder mens, elk individu, worstelt met die vraag gewoon van wij willen leven op een of andere manier. En wij zoeken allemaal elixir voor het leven. Ja. Hoe moeten we met het leven omgaan? Hoe kunnen we die ultieme iets bereiken? Ja,
ben bang voor de dood. Daarom sterf ik door de steppen. Het lot van mijn vriend achtervolgt me. Azoi Gilgamesh. Es zich vet. Nadat hij eerst als een barende vrouw om zich heen had geslagen, setelah dia pertama bergaduh seperti wanita yang sedang melahirkan. De zee kalmeerde. Laut menjadi tenang. Ik liet een duif los. De duif vloog weg en kwam weer terug. Ze had nergens een rustplaats kunnen vinden. Ze praten met elkaar en voerden een opgewonden gesprek. Zeg mij, mijn vriend, hoe het in de onderwereld toegaat. Vertel, wat heb je daar gezien? Ik kan het niet zeggen, mijn vriend. Ik kan het niet zeggen. Zag je de man die drie zonen voorkwam? Ja, ik zag hem. Hij drinkt water uit een leren zak. Zag je de man die zes zonen voorbracht? Ja, ik zag hem. Hij is blij als een boer. 5000 jaar geleden, aan het begin van de beschaving, was de machtigste Gilgamesh de koning van Uruk. Gilgamesh. 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 Thank you.